welkom in deze reading, waarin dat weer een boodschap gaat doorkomen. En de kaart floept er maar lekker uit. Het gaat over Seizing the Day, Four of Cups. Heeft ook verbonden met gezinssituatie, waarin dat je niet onmiddellijk direct weet wat je richting is, of op welke manier je dingen kan veranderen. En het wordt ook gevraagd om niet te snel te gaan handelen, maar de balans te houden. Om uit de diepte te komen, want hetgeen waar je nu gaat aan beginnen, waarmee je mee bezig bent, het obstakel of probleem of situatie waar je nu tegenaan loopt, vraagt van jou om het op een andere manier te gaan aanpakken. Om heel bewust te worden van wat zijn de emoties. Wat zijn de emoties dat ik ervaar? Wat is hetgeen dat ik voel? Wat maakt dat ik het gevoel heb dat er hier een verandering aankomt dat ik eigenlijk niet zo graag heb? En vooral, wat zijn de onderliggende gedachten daarover? Wat zijn de overtuigingen daarover? Waar zet ik mezelf vast doordat ik te veel vertrouw op wat anderen mij vertellen dat ik moet doen? Denk maar aan familie, vrienden, de maatschappij en het ruim. Dingen misschien binnen je religie. En waar op welke manier kun je dat dingen gaan anders gaan doen? Hetgeen waar dat ook gaat over emoties, zijn dingen waar je eigenlijk bang van bent dat anderen zouden weten dat je dat op die manier ervaart. Het kan te maken hebben met een andere relatie. Maar dat is op dit moment nog niet echt heel duidelijk. Dat zal ook niet voor iedereen zijn. En daarin is het ook belangrijk dat je de focus houdt op je eigen vrouwelijke energie. Dus op je eigen intuïtie, op de eigen emoties. Dat je daar vertrouwt op de stabiliteit dat je eigen emoties brengen. En dan heb ik het niet over de emoties in de zin van die jou in de war brengen. Want het zijn niet je emoties die jou in de war brengen, maar wel hoe dat je erover denkt. Want de mannelijke energie in jezelf, in een connectie, in de relatie, gaat doorheen een torenmoment, een diepere laag van die donkere nacht of van de ziel. Omdat een aantal waarden tussen mannelijke en vrouwelijke energie, en pas toe zoals dat voor jou van toepassing is. Het kan in de connectie zijn. Het kan jouw eigen mannelijke en vrouwelijke energie zijn. Omdat die niet afgestemd zijn op elkaar. Die hebben allebei een verschillende frequentie. Ze zijn altijd op verkeerde verdieping. En ze willen eigenlijk wel liefdevolle uitwisseling delen. Maar ja, als je op het verkeerde verdiep zit, is dat heel moeilijk om dat op een liefdevolle manier te gaan doen. Wat krijgen we nog? Ja, het is belangrijk dat je leert om op een evenwichtige manier te geven en te nemen. Dus eigenlijk, met andere woorden, dat je balans leert te brengen in je eigen mannelijke en je eigen vrouwelijke energie. En dat je van daaruit die eenheid in jezelf gaat gaan creëren. Want dat gaat ervoor zorgen dat je het vuur in jezelf weer kan gaan aanwakkeren. En dat je dat ook gaat kunnen in het fysieke brengen. Die eenheid, dat het fysieke, dat gaat alweer spiegelen in jouw buitenwereld. Dus elke innerlijke verandering zal zich tonen in jouw 3D-wereld, dus in de uiterlijke omstandigheden, in de materiële wereld. Maar nu, op dit moment, op het moment dat je naar deze reading luistert, is het tijd om naar binnen te gaan, dus om geen actie te nemen. Ook al weet je dat je een heel energetisch krachtig persoon en energie hebt, nu op dit moment is het niet de bedoeling dat je naar buiten gaat, dat je actie onderneemt, want het zou, vanuit angsten zijn. Vandaar ook het boeren. Boeren heeft te maken met angsten. Het is de bedoeling dat je naar binnen gaat, dat je die luistert en dat je eerlijk wordt over de emoties die er zijn. Dat je gaat gaan kijken met jezelf van, ja, oké, de verandering waar ik eigenlijk een stukje ingeduwd word door mijn team. Op welke manier beïnvloedt mij dat?
zorgt ervoor dat ik niet die stap neem? En wat is hetgeen dat ik diep van binnen voel dat ik echt wel voor ga vechten? Want het is dan daar, in dat stuk, in die passie, dat je jouw volledige energie gaat mogen focussen en sturen en eigenlijk jouw volledige wilskracht gaat gebruiken om succesvol te zijn, om het probleem, want we zijn begonnen met een kaart waar het element kreeft op stond en ik kreeg opnieuw weer een kreeft. Het kan zijn bijvoorbeeld met een kreeft, iemand die zodiac kreeft is, of in de maan, of in Venus, of in als ascendant kreeft is, of je bent zelf een kreeft, dat kan bijvoorbeeld extra bevestiging zijn. Maar hier vooral voelde het als, hoe profileer ik mij in mijn gezin ten opzichte van anderen, mijn netwerk. Niet netwerk van collega's en zo verder, maar netwerk in jezelf. Dus je home, je thuis dus. En dat is eigenlijk het voedende. Daar gaat het over. Wat is hetgeen dat je voedt in deze relatie, in jezelf, in je leven, in je thuis? En waar kan je die dingen gaan veranderen? Zodanig dat ze veel meer gaan stromen. Maar wat is er dus nodig? Naar binnen gaan. En luisteren. Wat zijn de dingen dat je anders mag gaan doen? Wat zijn de dingen dat je op een nieuwe manier kan gaan beginnen? Wat zijn de originele ideeën dat anderen nog niet gevoeld hebben? En waar kan je dan, wanneer dat daarover gaat, eigenlijk je zorgen en je lasten neerleggen? Hè? Want we kregen de 10 verwanten. 10 verwanten is eigenlijk dat je volledig uitgeput bent, dat je moe bent, burn-out, bore-out, wat dan ook. Zodanig dat je eigenlijk alle lasten, alle beperkingen die je ervaarde, dat je die kan gewoon neerleggen en loslaten. Zodanig dat je meer vrijheid kan ervaren in je leven en gaan aantrekken. Dat je dus dat je die stroom, die creatieve stroom weer op gang brengt. Zodanig dat je weer gevuld wordt, gevoed wordt. En ja, ik neem opnieuw ook weer de doodskaart met externe verandering. Dus wat zijn de dingen die in jouw uiterlijke buitenwereld moeten gaan veranderen, maar die automatisch gaan veranderen doordat jij gaat gaan luisteren naar wat je ziel jou te vertellen heeft? Door naar binnen te gaan. Door te gaan voelen, wat is die passie in mij? Wat is dat klein vuurtje dat ik misschien veel te lang heb verwaarloosd? Wat is hetgeen dat ik naar buiten mag brengen? En we eindigen eigenlijk het kaart, of het, moet ik zeggen, de legging hier, met de judgment card, needing the call. En dus wanneer je daar helemaal eerlijk over zal zijn met jezelf, dan ga je ook weten hoe je terug weer balans kan creëren in de relatie. In de mannelijke en de vrouwelijke energie. In jezelf, in de connectie, wat dan ook. Maar zie welke vlammen waarmee dat jullie kunnen werken als je met deze reading resoneert. Ik vind het ook altijd fijn als je resoneert met de video, dat je daarover iets deelt of dat je een like geeft of een comment. Zodanig dat ik ook beter op jullie energie kan gaan afstemmen en dan echt ook de boodschappen kan delen die nodig zijn. Het kan ook zijn dat je met een boodschap resoneert die ik een hele tijd geleden gemaakt heb. Dat kan ook. Dus laat u daarin volgen en gebruik uw intuïtie daarin. Dan hebben we Aartsengel Zadkiel met veiligheid en de appelblauw zeegroene vlam. En Aartsengel Sandafon met liefde en de oranje gele vlam. Ik ben altijd aan het luisteren welke vlam of de benaming van de vlammen, zeker wanneer het gaat over een audiovideo, zodat ik de juiste informatie meegeef. Vandaar dat het af en toe is stil is van mijn kant. Voilà, dat was voor deze video, voor deze boodschap, deze reading. Mocht je zelf met een vraag zitten, dan weet dat ik ook één vraag, een één vraag channeling, of hoe moet ik het zo zeggen, aanbied.
Dan ga je één vraag stellen en dan ga ik daar een antwoord op geven. Heb je meerdere vragen of is jouw situatie wat complexer? Dan kan je natuurlijk een uitgebreide channeling ook reserveren. Wil je leren werken met de universele vlammen? Dan nodig ik je uit in het programma Universele Vlammen. Want het is super belangrijk dat we met veel meer mensen met die vlammen gaan werken, zodat we ze kunnen ankeren hier op de aarde. Want ik kan het niet allemaal meer alleen doen. Dus ik heb jullie hulp nodig om dat te gaan doen. Voilà, dat was voor deze video. Ik ga deze uploaden en dan hoor ik jou in een volgende video. Dag!